voordat ik docent werd aan de HVA, heb ik zelf een hele andere carrière achter de rug gehad. Ben ik ook de deeltijd PABO gaan doen en juf geweest op een Amsterdamse basisschool. Ik ben eigenaar of mede-eigenaar van twee horecazaken in Amsterdam. Waterkant, waar we nu zijn, en Pacific, die zit in het Westerpark in Amsterdam. Er is gewoon een ontzettend tekort aan leerkrachten in het algemeen en zeker aan mannelijke leerkrachten. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje geroepen om mijn tijd daar beschikbaar voor te stellen. En ik vind het ook leuk om weer een uitdaging aan te gaan. Als je je wil laten omscholen tot leerkracht in het basisonderwijs aan de PABO HVA en je hebt tenminste een HBO Bachelor diploma op zak, dan heb je twee opties. De driejarige deeltijdopleiding of het tweejarige zijinstroomtraject. Het verschil is dat je als deeltijdstudent één dag per week stage loopt op school en daarnaast één dag per week vakken volgt. Je loopt ook op verschillende scholen stage, in principe ieder half jaar een andere school. Als je het zijinstroomtraject wil gaan doen, dan moet je voordat je wordt toegelaten al wat werkervaring opdoen in het onderwijs. En daarnaast volg je vakken één dag per week colleges op de PABO. Als zijinstromer moet je voordat je wordt toegelaten deelnemen aan een geschiktheidsonderzoek. En je moet ook voordat je begint aantonen dat je voldoende rekenvaardig bent. Het was wel even wennen om echt weer studieboeken te gaan lezen. Maar het is wel heel leuk om weer nieuwe dingen te leren. Bijvoorbeeld zo'n natuurtest, want je moet natuurlijk ook wel wat eigen vaardigheid hebben. Dus je moet zelf kunnen rekenen voordat je het kan uitleggen. Je moet zelf iets over natuur kunnen weten voordat je het kan uitleggen. En dit zijn dan wel dingen die je in de loop van je leven wel vaak bent tegengekomen. Dus dan is zo'n studieboek, denk ik, oh ja, dat weet ik nog wel hoe dat zat. Oh ja, oké, dat snap ik nog wel. En soms weet ik het niet en dan is het wel heel leuk dat ik het weer geleerd heb. Nou, mijn gezin heeft dat eigenlijk altijd gesupport. Zowel mijn vriendin als de oudere kinderen. Het jonge kind die vond er nog niet zoveel van. We hebben mensen echt uit alle hoeken van de samenleving met allerlei soorten achtergronden qua studies en beroepen. Dus je zit met heel veel verschillende mensen bij elkaar. Maar natuurlijk als gemene deler dat je allemaal een juf of meester wil worden. Dus het is heel erg leuk om met elkaar van gedachten te wisselen over wat je meemaakt in de klas, hoe je dat aanpakt. Ongelooflijk, maar echt iedere dag ga ik met het allergrootste plezier naar huis. En dan denk ik eigenlijk jammer dat ik morgen niet meer kan. En dat is ook al ging de les helemaal slecht. Dat ik denk, nou dat was echt dat was een drama. Maar dan ga ik toch met veel plezier naar huis. Want er zitten altijd lichtpunten in de dag. Weet je, die kids zijn super grappig. Zijn soms heel bij de hand, maar ook heel grappig. En verrassen je iedere dag. En ik ga eigenlijk altijd met een leugel op mijn neus. Ja, echt. Nou, als mensen twijfelen of ze de PABO willen gaan doen om leraar te worden, dan zou ik in eerste instantie zeggen, ga eens kijken of je bij een school ook mee kan lopen. Hè? Een dagje, ga gewoon achter in de klas zitten, want dan weet je een beetje wat er gebeurt en wat er van je gevraagd wordt. Misschien dat je wel eens een keer een lesje mag geven of iets vertellen over je vorige carrière. Dat je echt voor die groep kinderen kan staan en zeggen, hey, wat is het nou? Wat doet het nou met mij? Word ik hier nou enthousiast van? Als jij op zoek bent naar een beroep met betekenis, waarin je kinderen iets kunt leren en kunt bijdragen aan hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord, dan is dit een beroep voor jou. Het leuke van het leraarschap is de energie die je terugkrijgt van kinderen, die is ongekend. Zij zijn ongeremd in hun reactie, in positieve zin en in negatieve zin. Maar als je die positieve reactie krijgt, een glimlach, een blik van hé, nu snap ik het, dan is dat het mooiste wat je mee kan maken.